Homo's bestaan natuurlijk overal in de wereld. En waar wij achter kwamen is dat, ondanks het feit dat 10% van de mensen homo of biseksueel is, wij op onze hockeyclub eigenlijk geen of nauwelijks homo's kennen. Dus dat gaf ons wel te denken en daardoor realiseerden we ons van nou, dit kan gewoon niet kloppen. Bij HDM hebben we met de John Blankenstein Foundation zijn we met jongens H1 zijn we de kleedkamer ingedoken. We hebben daar het gehad over hoe het is om een veiligere situatie te creëren in het team waarin iedereen zichzelf kan zijn. Vanuit mijzelf is dat vrij makkelijk omdat ik zeg ja, ik vond het heel lastig toen ik nog in de kast zat. Om dat te vertellen aan mijn team. En dat kwam vooral doordat de situatie daar niet naar was. Doordat we niet aardig genoeg voor elkaar waren in die levensfase. Ja, eerst waren ze er wat lacherig over, maar al vrij snel begrepen ze niet alleen het belang, maar waren ze ook heel sympathiek erover. En ook bij het napraten merkte ik, zij hadden met elkaar een belangrijke beslissing genomen, ook met hun coach erbij. Ze hebben gezegd, wij gaan vanaf nu elkaar erop aanspreken dat we niet meer schelden met homo, gay of wat voor andere vreselijke woorden ook. Daardoor kreeg ze een veiligere sfeer in het team, maar ook omdat het het eerste jongensjeugdteam was, zag je heel erg dat het een soort afspiegeling werd naar de rest van de club. Dus daar vervolgens ging de B1, op het moment dat de B1 aan het warmlopen was. En het jongens A1 die zei tegen jongens B1, hey, je moet je mond houden en niet schelden met die ziekte of met die geaardheid. En dat is natuurlijk het allermooiste cadeau wat je kan krijgen van praten met jongens over je eigen ervaringen.